بسم الله الرحمن الرحيم Hallo nou, toe. Hopelijk gaat het allemaal goed met iedereen. Dank voor jullie tijd. Dank voor jullie vertrouwen en dank voor jullie berichten. Um, ik zit even te kijken of er nog wat berichten zijn. Vragen waar ik uh, op kan antwoorden. De meeste vragen die ik zie, die zijn al beantwoord. Ik zie een vraag van iemand die zichzelf anoniem noemt en die stuurt lappend tekst. Uh, met allemaal versen en, en heel veel versen, heel veel uitleg, heel veel dat je door de bomen de bos niet meer ziet. Maar uh, daar ga ik niet op reageren, want zo'n iemand heeft nog niet echt goed onderzoek gedaan naar wat hij hier zit te verdedigen. Ehm... Uh, en hij heeft de Koran niet eens gelezen, want hij geeft aan dat de vrouwen van de Profeet niet behoren tot elbeet. En ik heb met jullie diverse versen hierover gedeeld en besproken, wat aantoont dat Allah juist de vrouw van de Profeet wil zuiveren en uh, rekent tot elbeet. Dus zo'n iemand die zomaar wat roept zonder vraagteken, maar hij roept het alsof hij de wijsheid in pakt heeft. Um, en een heel arrogante houding, daar ga ik niet op in. Dus anders dan die vraag heb ik volgens mij zover alle vragen uh, beantwoord. Desondanks voor de mensen die dit allemaal willen checken, uh, raad ik je aan om uh, de voor zichzelf sprekende verzen in hoofdstuk 33, uh, begin bijvoorbeeld bij vers 32 en vers 33, waarin Allah de vrouw van de profeet aanspreekt, aanspreekt met Yenisei en Nebi. Daar kan geen enkel twijfel mogelijk over bestaan. En dan vertelt hij wat ze wel of niet moeten doen. En dan zegt hij in de vers daarna. Inna me toch Dus hier heb je het. Allah neemt ze op als onderdeel van Ahlul Bayt. Dit is een vers, die ga ik je niet eens uitleggen. Het spreekt voor zich. Zo helder als de zon aan de hemel. Dat laat maar weer eens zien, jongens, dat iedereen die met heel veel lab tekst naar je gooit. wees daar niet van onder de indruk. Laat je niet intimideren. Ja? Wat ik altijd zeg op mijn werk, en daar moeten altijd mijn collega's eh, om lachen. maar ze geven me altijd, eh, of altijd eh, eh, gelijk in deze motto. Soms zit je met collega's te, te, te overleggen. en dan is het een heel. en dan zeg ik, jongens. Uh, uh, ik, ik moet dingen visueel zien, ja? Wat je me gaat vertellen, dat zie ik als een stukje wat ik op mijn aanrecht gooi en dan ga ik het daaruit elkaar halen. En daar moeten ze heel erg om lachen, want dat is absoluut mijn motto. Wat je ook naar me gooit, en als je het als een bal naar me gooit, dan moet ik het eerst uit elkaar halen. Haal het uit elkaar per onderdeel, ontleden het, kijk even wat erin zit, voordat je onder de indruk raakt. Ja? Dus um, dat geldt ook voor deze persoon, maar dat is gewoon een tip wat ik mee wil geven. Want een hoop mensen die, die niets hebben gelezen, niet de Koran hebben gelezen, niet de Hadith hebben gelezen, die gaan gewoon gauw alles bij elkaar rapen en dat gooien ze naar je toe, in de hoop van dat je denkt, wow, wat moet ik hiermee? En dat ze je intimideren. Maar wij zijn niet geïntimideerd. Uh, deze man, deze figuur, die zichzelf anoniem noemt, is hier een mooi voorbeeld van. Jullie kunnen onder de laatste video's zien wat voor lappe tekst hij namens Meet om vervolgens af te sluiten van, uh, je zegt wel dat de, de vrouwen van de profeet tot Elbeet behoren, maar dat zijn ze niet. En dan gaat hij finaal uh, op, op, op zijn uh, uh, bek, zoals dat heel plat en asociaal heet. Um. Dus mochten er mensen zijn die dit nog steeds niet helder hebben, jongens, dit is de basis. Ik, ik ga er echt vanuit. Maar goed, dat mag ik misschien niet zeggen. Want misschien zijn er mensen die dat echt niet weten en wel graag willen weten. Maar sommige zaken, daar ga ik overheen, omdat ik er vanuit ga dat dat basis islam is wat we allemaal aan al weten. Vrouwen van de profeet behoren tot Alibeet. En mochten er nog mensen zijn met goede intenties die dat echt niet wisten, check het voor jezelf nogmaals: hoofdstuk 33, vers 32 en vers 33. Um, dat gezegd hebben, we gaan verder met wat ik vandaag met jullie wilde delen. Um, een discussie die mensen hebben die in Koran geloven met mensen die uh, Koran en Hadith aanhangen, maar eigenlijk meer bezig zijn met Hadith dan Koran, is het volgende. Uh, wat weet jij nou? Uh, uh, want er zijn, dit, dit zijn rolemes. Ze zijn al oud. Ze zijn dit. Ze dat. Wat weet jij nou? Die vraag. En ik denk dat iedereen die de Koran aanhangt, die vraag uh, uh, een keer of tien. Zichzelf gesmeten heeft gekregen van mensen die hadith aanhangen. Zo van wat weet jij nou en wie ben jij nou? Um, tegen die mensen wil ik het volgende zeggen. Ik verwijs naar bijvoorbeeld, hoeveel ik al uh, tegen dingen met jullie heb gedeeld, maar prima. Er zijn heel veel uh, zaken wat, wat wij uh, kunnen uh, uh, brengen zeg maar, op tafel als tegenargument. Een daarvan is uh, de grote imam Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi was big. Wat, hij had zo wat alle titels achter zijn naam. Van uh, vertaler van de Koran, tot rechter, tot, tot jurist, tot, 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 tot. En wat deze Ibn al-Jawzi zei, en hij was sunni. Uh, dus voor de mensen die denken, hier heb je een stiekem Shia. Want dat heb je altijd. Zodra je zegt, ik, ik hang alleen de Koran aan, of zodra je over Elbeid begint, dan zeggen de Sunniten, waar ik in principe tot altijd nog heb, Behoort de omgeving waar ik vandaan kom, dus ik weet waar ik het over heb. Dan zeggen ze, ah, dan heb je zo'n stiekem Shia. Die zit hier mensen te verleiden en het is, het is lachwekkend. Je mag niks zeggen of je bent een stiekem Shia. Dat getuigt echt van een narrow, simpel, strak mind. Waar geen ruimte is voor nadenken. Het is of je bent voor ons of tegen ons. Je bent Shia of zo niet. En jongens, ik ben geen een van de twee. Niet meer. Heel bewust keus die ik gemaakt een paar jaar geleden. De reden daarvan is wat ik al besproken heb, en inshallah wat er nog gaat komen. Maar prima, terug naar deze Ibn al-Jawzi die de Sunni is, voor de mensen die daar aan twijfelen. Um, zegt hij in een van zijn eerste boeken wat heet El mawudat En hij zegt, en hij adviseert iedereen die hadith een soort heilig status geeft, en hij zegt het volgende: um, drie zaken geeft hij aan. Voor iedereen die. Drie zaken die voor iedereen die met hadith, eh, zichzelf met hadith willen mengen, eh, die je niet moet vergeten. En het eerste, zegt, het eerste wat hij zegt is: logica. Ja, die, we hebben het hier over een erkend rechter. En hij was rechter gebaseerd op Koran, op Sunnah, op, 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 op al die zaken. Dus dit is niet zomaar iemand die om de hoek kwam kijken. Hij is big, Ibn al-Jawzi. Hij zegt: als je met hadith te maken hebt en je twijfelt, pas toe deze drie regels. En ik vind ze eigenlijk heel goed. En ik wou dat heel veel moslims die hadith aanhangen. hier eigenlijk naar luisteren. Want ze, ze hebben, hun oren zijn helemaal dicht met cement. Ze horen alleen Bukhari. Terwijl er is zoveel wat net zo erkend is. of misschien meer als Bukhari. Maar hadith mensen horen één ding: Bukhari. En als je Bukhari niet in de mond neemt. dan gaat de cement in de oor. en dan hoor je ze niet. Subhanallah. Hij zegt logica op nummer één. Als een hadith ingaat tegen de logica, ja, dan um, hoef je die hadith niet aan te nemen. En, hij, en, en daar is een definitie gegeven van wat is logica. Want logica, wat ik zie als logica, wat een ander ziet als logica, is bepaald door hoe ontwikkeld ben ik en hoe ontwikkeld is die ander. Ja? De een vindt het logisch dat de wereld plat is, de ander zegt nee dat kan niet, de wereld is rond. Dus wiens logica? Dus zeggen de ulemmes, de logica waar we allemaal over eens zijn, dat niveau van logica. Dus de wereld is rond, daar zijn we allemaal over eens. Zeker de moslims, want dat lezen wij in de Koran. De wereld draait, lezen wij in de Koran. Dus dat staat als paal boven water. Dus logica waar we niet over hoeven te twijfelen, wat je niet hoeft te interpreteren. Die dat soort logica. Als dat ingaat tegen dat soort logica, vaststaande, uh, gevestigde logica uh, regels zeg maar, dan hoef je de hadith, ja, niet aan te nemen. Dus zowat de helft van hadith valt al weg. Als je ze gaat toetsen aan deze regel van Ibn al jawzi Iets anders is als het gaat tegen fatsoen. Gaat het in tegen fatsoen? Dan is dat niet wat uh, uh, Allah de profeet heeft geleerd, dus hoef je het ook niet aan te nemen. Een derde, en dat is een heel belangrijk, en er zijn heel veel Hadith aanhangers die denken dat hadith een soort Openbaring, zowat is aan Boghari. Ze weten niet dat tussen Boghari en de profeet waar hij naar verwijst, soms zes, zeven of meer mensen tussen zitten. Wat ze noemen eh, Hadith-mutawassil. Met andere woorden, eh, Boghari verwijst naar A en A verwijst naar B en B verwijst naar C, C naar D, D naar E naar F naar E, tot ze bij de profeet aankomen. Alleen wat hadith aanhangers vergeten, is dat Boghari. Bijna 200 jaar later was geboren. dan de dood van de profeet. Ik zal niet zeggen de geboorte van de profeet. Dus nadat de profeet er niet meer was, vrede zij met hem. kwam Boghari, werd geboren. maar 200 jaar later. en toen pas begon hij met zijn ding. Ja? Dus hoe dan ook, hij kan nooit iemand vinden. die met de profeet heeft geleefd. die nog leefde toen Boghari met zijn onderzoek begonnen was. Dat kan niet. Dan, dan, dan moet zo'n iemand een soort Noah-leeftijd hebben. Dan moet hij al over de 100 zijn. Dus, dus wat Bukhari heeft is de go goodwill van de moslims die hij gesproken heeft, de goede intentie van de moslims die hij gesproken heeft en dat is heilig verklaard. Maar we weten allemaal dat intentie, dat, dat is niet iets wat je kan grijpen, dat is niet iets wat je kan toetsen, intentie komt van binnenuit en hoe vaak waarschuwt Allah in de Koran niet tegen moslims die hypocrieten zijn. Uh, uh, want uh, ik heb soms te maken met mensen in mijn familie en dat kennen we allemaal. En, en ik denk dat we zouden liggen als we dat niet zouden zeggen. En die zeggen van: er is maar één hypocriet en dat is een jood. Want alleen joden hebben alle niet gehoorzaamd. Dat is niet waar. Dat is niet wat Koran ons leert. Koran leert ons niet dat joden nie, uh, uh, hypocrieten zijn. Integendeel, als er iets is wat je de joden kan uh, geven, is dat Allah zegt: ze weten het en ze doen het niet. Dus. Ze, ze zijn koppig, ja? niet zozeer hypocriet als dat alle zegt dat de Joden koppig zijn. Ze weten het en ze doen het niet. Ze hebben de zee zien splitsen en ze willen niet geloven. Uh, ze waren met Mozes, hij is de berg opgegaan, uh, uh, we hebben het over een kwestie van een paar nachten en ze begonnen al de gouden kalf aan te, bidden, uh, te aanbidden. Dus wat alle wel hypocrieten noemt, door en door heel vaak, zijn de Arabieren, de zogenaamde moslims, die worden helemaal geroosterd in de Koran. De Bedouïeën, de Arabieren. Uh, vroeger zijn we nog opgegroeid met van de Bedouïeën, dat zijn die, 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 die vrome uh, moslims op platteland. die niet verpest zijn door het stadsleven. Maar Allah zegt: let op, die Bedouïeën zijn het ergste in de Koran. En Allah waarschuwt voor mensen in de Medina. Die zijn het ergste, zegt Allah. De moslims in Medina. Want je hoort Medina, Medina, dat is, dat is de kweekwijver van de Sahaba. Daar zijn de metgezellen van de Profeet gegroeid en gevormd. En, maar Allah waarschuwt in de Koran juist voor Medina en alles rondom Medina. Dus dat kan je bijvoorbeeld lezen in. Um, ik zal even de vers erbij uh, pakken voor de mensen die altijd zeggen van, oh maar waar staat het dan? Met alle liefde, twee tellen. Aan dat soort versen waar Allah waarschuwt voor hypocriete moslims, geen gebrek in de Koran. Neem bijvoorbeeld hoofdstuk 2, vers 8. Allah zegt: Er zijn zat mensen die zeggen dat ze in Allah geloven, maar dat dat niet waar is. Allah zegt: Dit zijn bedriegers. Ze denken dat ze alle kunnen bedriegen en de moslims, maar ze bedriegen maar één iemand dat, dat is zichzelf. Vier zegt Allah: In hun harten zit een ziekte. En omdat ze al ziek zijn en ze willen niet genezen, zegt Allah: Heeft Allah nog, ze nog zieker gemaakt? Met andere woorden, ze verdienen de hemel niet. Zo erg zijn ze. Tegen, en ze weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Dus dit is een vers. We gaan door. Zoals ik jullie verteld heb: de Koran zit, zit vol met waarschuwingen. Allah waarschuwt ons voor. Bedriegers, neppe moslims. Hoofdstuk 4, vers 60. Ja? Allah zegt hier: Kijk naar de mensen die jou vertellen dat ze in jou geloven. In de Koran. Mensen die zeggen tegen de Profeet: O oh, Profeet, we geloven dat u Profeet bent en uh, de Koran is van Allah. En, en wat zegt Allah? Niks van. Uh, doen en de Tarot. Hij zegt: Ze grijpen altijd terug naar de Tarot-afgoderij. Wat en En hij zegt: en bihi, en en hij zegt Ze zijn gevraagd, ze zijn uh, uh, verleid om in andere goden te gaan uh, geloven, behalve Allah. En Satan wil ze misleiden. de ergste vorm van misleidingen, zegt Allah. dit zijn mensen die verder misleid zijn door Satan. Wie zijn dit soort mensen? Moslims, want alleen de Moslims zeggen wij geloven in de Profeet en in de Koran. En zegt Allah in de vers daarna wa ta'alu rasool anka En als de Profeet tegen ze zegt van kom, dan gaan we praten over waarom ik wel of geen Profeet ben, dat hij ze bewijst en met ze praat en de Koran met ze doorneemt, zegt Allah anka Zegt hij, en dan zie je dat de hypocrieten daar eigenlijk helemaal geen zin in hebben: dat je met ze praat en dat je ze wat uitlegt. Wie zijn deze hypocrieten? Moslims, die wij markeren als moslims rondom de profeet, die met de profeet hebben geleefd en altijd tegen de profeet hebben gezegd: Profeet, wij erkennen u, wij erkennen de Koran, maar Allah waarschuwt ons daarvoor. Dat is niet alles, ik heb nog een paar. Hier, weer moslims, hoofdstuk 4, vers 141. Allah zegt hier, dit zijn weer moslims, die zeggen tegen de profeet, we geloven in u, we geloven in de Koran. Wat zegt Allah? Er is een groep hypocrieten en die zeggen tegen de moslims, als, als de moslims winnen van de koffaar, en wie zijn deze koffaar, je hoort heel vaak op tv, ah, oh, moslims willen ongelovigen doden, ah, oh, moslims willen. Wie waren deze ongelovigen? Dat was Korayis. De Profeet heeft 90% van zijn tijd doorgebracht met strijden tegen Korayis, zijn eigen familie, de mensen waar hij vandaan komt. Eén keer zou hij gaan vechten met Romeinen, maar ze zijn niet eens gekomen. In, in een zeer interessant strijd wat ik zo met jullie ga delen. Wat heet de strijd van Tubac? Dus ons profeet heeft met name gevochten tegen de Arabieren en, en mensen die rondom Mekka en Medina hebben geleefd. En net wat ik zeg, hij zal en één keer tegen een heel bekende strijd wat plaats zou vinden tegen Joden, maar dat waren de Joden die eerst met hem hebben geleefd in Medina, precies wat Allah hier vertelt ook, hetzelfde gedrag, maar... Toen Koreis kwam met een machtige uh, leger, toen dachten de Joden die in Medina waren van, ah, wij gaan niet wedden op een, verkeerde, op, op een verliezende paard. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben toegang verleend aan Koreis zodat ze de Medina in konden komen, terwijl zij zouden die andere poort gaan beschermen. Uh, want dat, hebben ze voor, want dat, dat had ze aangeboden. Ze hebben gezegd, wij Joden hebben hier ook wat uh, in te betekenen en we willen ons goodwill laten zien, dus één poort, één zwakke poort gaan wij beschermen. En de profeet had het vertrouwen in hun. Zo, zo van jullie horen erbij en we zijn één en we willen hetzelfde. Maar het verhaal zegt dus dat zij die poort helemaal niet hebben beschermd. Zodat dat een zwakke punt werd voor de uh, die de profeet kwam aanvallen. Dus, dus waren dit joden die uh, oprecht waren? En uh, ik denk het niet. Dit waren bedriegers. Zoals deze moslims ook bedriegers zijn. In dat, in, in dat opzicht maakt Allah geen onderscheid tussen die joden die aangevallen zouden zijn door de profeet en deze bedriegers. Het is allemaal erg, het zijn allemaal duivels. Hier in deze vers, hoofdstuk 4, vers 141, zegt Allah, jullie hebben moslims onder jullie, die zeggen dat wanneer jullie winnen, dan zeggen ze, oh we hebben gewonnen, we zijn met jullie. Maar als jullie verliezen, dan zeggen ze tegen die, partij, tegen die tegenpartij, vergeet niet dat wij daar een aandeel in hebben gehad, dat jullie gewonnen hebben van de moslims. Dus dit zijn mensen die op twee paarden wedden. Ja, dit, 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 dit is de klassieke definitie van hypocriet en bedriegers. En Allah waarschuwt ervoor. Um, maar je hebt nog duidelijke verzen Als je zegt van nou, dit is in het midden of wat dan ook. Nog duidelijke verzen Dit is nog het ergste. Allah zegt tegen de profeet. In hoofdstuk 9, vers 73. Ja, jahid uh, Ja, Nabi. Uh, onze profeet had een heel zacht karakter, maar hier is hij, wordt hij getraind door uh, Allah om geen genade te geven aan mensen die hem in de rug willen steken, want hij moet voor zichzelf opkomen. Uh, dus zegt Allah: geen genade voor de bedriegers, voor de hypocrieten. Wie zijn deze hypocrieten? De moslims. Hoe weten we dat? Hoofdstuk 9, vers 74. Allah zegt: Dit zijn mensen die sferen op Allah. Uh, Joden sferen niet op Allah, christenen sferen niet op Allah, atheïsten sferen niet op Allah, moslims sferen op Allah. En daar, dat zijn de echt, zeg Allah. Ja, ze sferen op Allah, dat is echt dat is iets beeks. Terwijl ze hebben wel degelijk tegen jou uh, uh, zaken uitgesproken die niet kunnen. En ze zijn uh, ongelooflijk geworden nadat ze de islam hadden omarmd. Uh, dus. Dit zijn moslims waar Allah ons voor waarschuwt. Als er een volk is waar Allah ons vooral voor waarschuwt. Ja, uh, hij, hij waarschuwt ons niet uh, heel vaak tegen de Joden. Hij vertelt ons dat ze kop zijn. Uh, dus dat opzij. Ja, er zijn wat waarschuwingen tegen de Joden. Maar vooral vertelt Allah hun karakteristiek. Maar waar Allah ons vooral voor waarschuwt zijn wij, de moslims onderling. Zoals ik hier met jullie zit te vertellen. Dit zijn moslims die zweren op Allah. En toch zegt Allah tegen de profeet: Pas op, vertrouw ze niet allemaal. Dan nu. En dit, dit, dit is het ergste wat je kan uh, vinden over uh, Arabieren/slash moslims. Nog steeds in hoofdstuk 9, vers 97, zegt Allah: Al-Arab Al-Arab is afgeleid van Arab, de Arabieren. Hoor het, ook oké, okay, in geen Arabische taal. Al-Arab is meervoud van Arab. Dus. Uh, 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 de Bedouïeën, de, de, de boeren, even plat gezegd voor de mensen die het niet uh, goed kunnen begrijpen: mensen die een beetje verspreid zijn op dat, plat, op dat stukje land in die tijd, uh, wat zichzelf de Arab noemde, de verschillende stammen in Saudi-Arabië, wat we vandaag de dag Saudi-Arabië noemen, dat zijn Arabieren. En Allah zegt: Al-Arab, ashad do kofran wa nifakkan. Oh, mijn God. Allah zegt: Er is geen volk die zo erg is als het gaat om hypocriet gedrag. أن بدريغه als de arab wie zijn de واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم Vers 99, of 98, dat is de vers daarna. Um, hier vertelt Allah dat er Arabische stammen zijn die niet kunnen wachten. Tot, tot ze zien dat de moslims die de profeet aanhangen, uh, uh, platgezegd op hun bek gaan. Dat ze verliezen, dat ze pijn lijden, dat, dat ze uh, ja, verlies lijden. Um, uh, dat ze daarvan genieten. Wie waren dit? Arabische stammen. Uh, wat te zeggen van hoofdstuk 33, vers 19? Uh, waarin Allah zegt: er zijn mensen die, dus bij de profeet waren. Dus dit zijn wie de moslims. Dat als het even moeilijk werd, ja, dan keken ze de profeet met bezorgde ogen. Zo van: oh jee, wat gaan we doen? U vertelt ons wat we gaan doen, want ze weten het niet. En zegt Allah, en als het goed gaat, dan werden ze bij de hand en dan kregen ze een scherpe tong. En dan zeiden ze van alles wat eigenlijk niet kan en niet fatsoenlijk is over de profeet en, 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 en het geloof en over Allah en noem maar op. Ja? Allah noemt hun tongen ijzeren tongen, die geen, geen limit kent, niks. En als ze niet meer bang zijn, ja, dan gaan ze over jullie praten, inclusief de profeet, met ijzeren tongen. Met andere woorden, ze leggen zichzelf geen enkele beperking op en vertellen alles wat hun maar uitkomt. Wie waren dat? Moslims. Is het nog niet helder? Dan heb ik een andere die heel helder voor jullie is. Hoofdstuk 63 vers 1. Au billahi minash shaitaan. We zien Bismillahirrahmanirrahim. In ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka larasulullah. Wallahu ya'lam innaka larasuluh. Wallahu yashad innal munafiqin lakathibun. Ja? Dit is wat Allah zegt. Dit is dit is the smoking gun. Allah zegt: "Ze komen naar je toe." Idha ja'aka al-munafiqun. Die hypocrieten komen naar jou toe en ze zeggen tegen jou: "Wij getuigen dat je profeet bent van Allah." En wij weten dat Allah weet dat je een profeet bent. En Allah zegt, maar ik, Allah, weet dat ze liegen. Dat dat uh, bedriegers zijn, uh, uh, en hypocrieten en leugenaars. Wie zijn dit? De moslims. Ja? Allah zegt, ze gebruiken hun islam. Als, uh, als mask, zodat je niet aan ze gaat, uh, zodat men ze niet gaat onderzoeken. Of, of ze niet onder vergrootglas zet, uh, denk ik, wat ik hier haal. Uh, Allah zegt, ze gebruiken in ieder geval hun geloof als een soort uh, shield. Um, zo van, wij zijn moslims, wij zijn goed, weet je. Aan ons hoef je niet te twijfelen. Wie waren deze bedriegers van de ergste soort? Moslims, die in het gezicht van de Profeet durven te zeggen: Wij weten dat u een Profeet bent, en achter zijn rug steken ze hem in de rug. En alle waarschuwt hiervoor: wie zijn deze ergste soort van bedriegers, hypocrieten, moslims, die met de Profeet hebben geleefd? Wat te zeggen van hoofdstuk 47. فالستستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبكم قلوبهم واتبعوا أهواءهم دازعين منسن Hij praat nu tegen de profeet, die bij jou zitten. En als je hun wat aan het uitleggen bent, dan kijken ze je aan alsof ze het allemaal snappen. Maar zodra ze uit uh, uh, jouw majlis, of, of het nou huis of een tent, of waar ze ook met de profeet zaten, zodra ze weg zijn, dan zeggen ze tegen andere mensen die het wel begrepen hebben: Wat zat hij nou te vertellen? Wat zat hij nou te vertellen? Ze snappen niks van. En Allah zegt, van hoe kan dat? Dat de personen aan wie ze het vragen, het snappen en zij niet. En Allah zegt, Allah zegt, dit zijn mensen die het niet verdienen om de islam te snappen. En Allah heeft hun harten gezegeld. Waarom? Ze doen waar ze zin in hebben. Ze willen Allah niet kennen. Ze willen niet naar de profeet luisteren. Ze willen hem helemaal niet serieus nemen. Wat teba'u betekent, ze volgen hun verleidingen alles wat hen verleidt, dan gaan ze achteraan. Wie waren dit? Moslims. Uh, lees hoofdstuk 47 vers 25. Allahu bilamstan zien bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina taddu adbarihim min ba'di ma lahum alhuda. ash lahum wa amla lahum. Allah zegt hier ook weer moslims. Zij die het geloof in Allah hebben opgegeven nadat ze dat hadden omarmd. Min ba'di ma tabayyana lahum alhuda. Ertadduan uh, ad-Barihim. barihim is een heel specifieke manier in de Koran wat praat over moslims die het geloof in Allah hebben opgegeven. Dus wie waren al deze mensen en al deze versen en nog meer en nog meer en nog meer. En er zijn nog ergere versen. Wie waren deze mensen? Dat waren de moslims. Oké? Okay? Waarom zit ik hier dit allemaal te vertellen? Boghari, die heeft de profeet nooit gekend. Zoals ik net zei, Boghari is bijna 200 jaar later geboren, na de dood van de profeet. Waar baseert Boghari zich op? Uitsluitend op uitspraken van moslims. Terwijl Allah ons in de Koran waarschuwt dat moslims misschien een van de ergste soort mensen in, in Saudi-Arabië, een van de ergste soort daar in Saudi-Arabië bestaat. Het zijn hypocrieten, leugenaars, bedriegers en je kan ze niet vertrouwen. Dus. Met andere woorden, moslims zijn geen engelen op aarde. Waar baseert Bukhari zijn hadith op? Uitsluitend, uitsluitend, ja, op zijn vertrouwen, wat hij niet kan baseren, wat hij niet kan uitleggen. Gewoon zo'n een, een vertrouwen, waar hij voor besloten heeft, van nou, dat verdienen ze wel, uitsluitend vertrouwen in zijn medemens. Waar hij uh, uh, mee gesproken heeft. Hij heeft geen bewijs, hij heeft niks op papier, niks waar, waar de profeet zijn handtekening onder heeft gezet of zijn zegel op heeft gezet. Hij heeft het alleen van horen zeggen. Dus ik als moslim word geacht dat ik hadith aanneem als een soort heilig boek, wat gebaseerd is op van horen zeggen. Van wie horen zeggen? ...oh, zeggen de moslims die hadith aanhangen... Aha, maar dat zijn wel sahaba's... ...mensen die met de profeet hebben geleefd... ...waar waarschuwt Allah het meeste voor? Juist voor de mensen die met de profeet hebben geleefd... ...dat daar toch een stelletje... hypocrieten, bedriegers en leugenaars zitten... ...wat de wereld... De, de, hun, 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 ...hun... ...niet kan evenaren... ...dus... ...snap waar je in gelooft... ...snap waar Bukhari ...zijn hele boek op heeft gebaseerd... ...op horen zeggen en goed vertrouwen. Wat zegt Allah over goed vertrouwen? Ook weer in moslims. Het is, het, het is echt... ...als je denkt dat Allah tegen de joden... ...hard is geweest in de Torah... ...met name in de Terranomy... ...dat hij zegt, ik wil jullie eigenlijk doden... ...ik wil jullie vergiftigen... Dat, ...dat staat niet in de Koran... wat staat in de Terranomy... ...bij de joden zelf. De joden zelf zeggen... Dit is in ons boek, dat lees je in Deuteronomy: dat God zo boos op de Joden was dat hij zei: Ik wil jullie vergiftigen, ik wil jullie doden, ik wil jullie helemaal doen verdwijnen, maar. Ik ben bang dat mensen gaan zeggen van kijk eens, de God van de van Joden die heeft zijn eigen mensen vermoord. Met andere woorden, God heeft niemand meer die hem uh, loyaal en trouw is. Daar komt het een beetje op neer, zeggen de Joden. En alleen om die reden heeft God van de Joden de Joden niet weggevaagd van de wereld. Niet omdat hij van ze houdt, maar omwille van de roddels die er gaan komen. En daarom bestaan Joden nog. Dit is niet het woord van de moslim, dit is het woord van die En die heb ik met jullie allemaal gedeeld met bladzijden en, en, en dat ga ik nou niet meer doen. Iets, ongeveer zoiets, misschien minder erg, maar zoiets zegt Allah ook over ons, de moslims. Ga ik met jullie delen, dan kun je het zelf lezen. Uh, hoofdstuk 53, vers 32. Gaardoor bij de hemstrand regime, B'nair de nieboonakaba Inna bikum min al wa Allah zegt als er iemand is die weet wat de inborst is van een mens dan ben ik het wel dan is het Allah die ons uit aarde heeft geschapen vervolgens in de baarmoeders van onze moeders waar niemand ons kon zien ja dan heb ik niet over ego's en en dat soort van nu Niemand kan jou zien in de baarmoeder van je moeder. Met andere woorden, zelfs daar waar je niet te zien was, zelfs daar waar niemand bij je kon komen, daar was Allah. Want Hij heeft ons gemaakt. En, en. Maar, vervolgens zegt hij: Allah zegt: niemand heeft het recht om te vertellen van: Oh, kijk mij, ik ben betrouwbaar. Ik ben een goed persoon. Ik heb een goed hart. Allah zegt: Letu en Niemand heeft het recht. Om zichzelf neer te zetten als een soort heilige. Want, zegt Allah. Alleen Allah weet wie een goede inborst heeft. Alleen Allah weet wie echt betrouwbaar is. Dus zelfs de profeet wist niet wie, wie hij kon vertrouwen. Allah gaf hem constant aanwijzingen in de Koran: die moet je niet vertrouwen, die moet je niet vertrouwen, die moet je niet vertrouwen. En daar is één vers, en dat is eigenlijk heel zielig als je dat leest, over de profeet die op een gegeven moment aan het bidden was. Niet aan het bidden was, nee. Een, een vers in de Koran waarin Allah zegt dat hij ziet en, en, en dat hij de profeet ziet die naar de moslims kijkt en in zijn hoofd afvraagt: Wie kan ik nog vertrouwen? Dat is een heel mooi vers. En het is een vers waar je eigenlijk de eenzaamheid van onze profeet heel goed voelt. Dat hij eigenlijk heel eenzaam was. Hij was heel eenzaam, want hij was omringd door mensen die hij niet kon vertrouwen. En dat vertelt Allah ons in de Koran. Allah zegt. Tegen de Profeet, ik weet dat als je naar de moslims kijkt, en we weten dat dit moslims zijn, want de vers zegt, alle zegt tegen de Profeet, ik weet dat als je naar de mensen kijkt, die knielen met hun hoofd tegen de grond, dat zijn wij moslims als we aan het bidden zijn, dus dit zijn mensen die aan het bidden zijn. Zelfs die kon de Profeet niet vertrouwen. En alle zegt tegen de Profeet om hem bij te staan, ik weet dat je daar, als je daarnaar kijkt, dat je, je afvraagt, ja, wie kan ik vertrouwen en wie niet? Dat laat zien hoe eenzaam de profeet was. En dat hij omringd was met alleen maar mensen die hij niet kon vertrouwen. En daarom is het belangrijk dat hij terugvalt op zijn familie, wat Allah noemt Ahlul Beit. Want voor de rest had hij niemand, behalve zijn gezin. Uh, uh, um, en uh, behalve uh, uh, Ali. Als het gaat om wie was buiten met hem, wie, wie kon hij echt vertrouwen. Dan was het Ali, want dat was, dat was zijn neefje. Maar hij had hem geadopteerd, dus hij heeft hem opgevoed. Dat was zijn zoon, zijn zoontje, zijn kind. Dus als het gaat om mannen die hem bijstonden in strijd, in dit, in dat. Natuurlijk kan het alleen maar Ali zijn, als je de Koran goed gaat analyseren. Dat zeg ik niet om de Shia gelijk te geven. Dat zeg ik omdat dat de logica is van een ieder die eh, durft te zeggen wat het is. Ja. Als de profeet in de Koran door zoveel versen, als je, als je leest dat hij eenzaam is, eh, niemand kan vertrouwen, dan ben je er. Dan moet je niet gaan zeggen maar de Sahaba, Abu Bakr, Siddiq, Baba. Waarom zegt Allah dat niet in de Koran? Waarom zegt Allah niet van hé, hey, eh, eh, Abu Bakr is zus en die is zus? En, nee. Als Allah praat over de mensen met de goede inborst, dan praat hij over een groep mensen. En dat, dat mensen ervoor kiezen om, die, om dat te interpreteren als de Sahaba en uitsluitend de Sahaba, is jouw probleem. Maar Allah getuigt niet voor de Sahaba in de Koran, getuigt voor mensen, die mensen kan jij wel vertrouwen en die mensen niet. Wij weten niet wie dat zijn. Dat wist de Profeet wel in, in, in die tijd. Hij wist het, want hij leefde met hun. Dus als Allah hem kenmerken gaf van die mensen die bij jou kwamen om met je te praten, dan wist de Profeet, oh Allah bedoelt die mensen. Want die kwamen op die manier, en die manier met me te praten. En, en als alle tegen hem zegt: En die mensen hebben je toen en toen verlaten, dan wist de Profeet van: Oh, dat zijn die mensen, want die hebben me toen en toen verlaten. Wij kunnen alleen maar gissen. Hij wist, hij alleen wist wie hij wel of niet kon vertrouwen. En zelfs de Profeet, wat ik net zei, zelfs over hem lezen wij soms in zijn eenzame momenten dat hij het soms niet meer wist. Wie wel, wie niet. Dus, en dan komt Bulgarië 200 jaar later, ja. Om jou te vertellen van neem het van me aan, want mijn bruine ogen zijn betrouwbaar. Daar kan je helemaal niets mee. Als je, als je dat gaat afzetten tegen wat we in de Koran lezen. dan is het eigenlijk een waardeloos argument. Daar kan je helemaal niets mee. Helemaal hier in, vers, in hoofdstuk 53, vers 32. waarin Allah nogmaals. Zon, daar hoeven wij eh, niet naar te raden. Gewoon in, in, in heel helder Arabisch taal zegt Allah. niemand moet zichzelf heilig verklaren. Wat ik alleen weet. Wie goed is en wie slecht is. Dat is gewoon een heel, heel direct orde van Allah. Niemand heeft het recht om te zeggen van ik ben zo goed en ik ben heilig. Bulgari gek genoeg heeft dat gezegd en ik ga zo met, je, met jullie delen waar het precies staat. Bulgari vond zichzelf heel wat en hij zei ik weiger te geloven dat er iemand bestaat die meer weet als ik. Dat is arrogantie, en als het goed is lees je in de hadith, mensen die de hadith aanhangen, dat de profeet zei, mensen die arrogant zijn, zullen de hemel niet betreden. En hier heb je Bulgari, die dat gewoon volmondig zegt. Ik weiger te accepteren dat er iemand is die net zoveel weet als ik. Dus, dus deze Bulgari, volgens wat, wat we over hem lezen, was ook nog een arrogante man. Ja? En hij voldoet niet aan waar Allah ons voor waarschuwt in hoofdstuk 53 vers 32. Want deze Boegari, daar waar Allah zegt, en verklaar jezelf niet heilig en niet bijzonder en niet speciaal, heeft Boegari is hij tegen deze vers ingegaan, tegen deze orde van Allah, en hij heeft zichzelf wel degelijk bijzonder en heilig en en, en verklaard. Sterker nog, overleveringen over Bulgari is dat hij gedroomd heeft, dat hij de profeet heeft gevolgd in zijn voetstappen. Denk na over wat deze hadith met jou wil doen. Ja, deze hadith wil wel eigenlijk dat je Bogadi ziet als een soort schaduw van de profeet. Want Bogadi heeft gedroomd dat hij de profeet ging volgen in zijn voetstappen. Dat is allemaal onzin, jongens. Dat is echt onzin. Dit, dit zijn verhalen die ons oma's geloven, ons opa's. Weet je wel, vroeger als kind, als je bij een oude vrouw kwam, dan zei ze dit soort dingen. Maar wij, wij kunnen toch nadenken, jongens. We, zijn, we hebben toch andere prikkels, we hebben, we hebben een hele bibliotheek, we kunnen vergelijken, analyseren, bladzijden, benoemde dingen erbij. Dan moet je toch niet in dit soort, dit soort onzin gaan geloven. Bukhari die zichzelf heilig verklaart en boven iedereen zet. Iets anders wat Bukhari zei over zichzelf is dat hij als de enige mens op aarde honderdduizend hadith. Dat hoeft hij maar één keer te horen, ja, letterlijk. En dit kun jullie vinden. Deze boek is toevallig in het Engels, dus dat kan iedereen lezen. Het heet An Introduction to Hadith, History and Sources. En de schrijver heet Ali Nasiri. Begin bijvoorbeeld op bladzijde 140 en, en ga door en geniet. Voor mensen die daarvan willen genieten, uh, hoe heilig voor niet is, hoe magisch Bulgari niet is, hoe bijzonder Bulgari niet is. Hij is de slimste van de hele wereld, hij had een fotografisch geheugen, hoefde een hadith maar één keer te zien en um, hij kende honderdduizend hadiths op zijn, op zijn, uit zijn hoofd. Sterker nog, er kwamen moslims om hem te testen en die gingen honderden hadiths door elkaar halen, uit elkaar trekken. Ja, dus dit, dit is echt belachelijk jongens. Dit is echt Bas Ze gingen hadiths uit elkaar halen en Boghari wist precies ze allemaal bij elkaar terug te brengen als een soort puzzelstuk. Honderden hadiths. Kom op jongens. Als je hiervoor wil, als dat het is wat je wil geloven, prima. Maar kijk jezelf in de ogen en vraag jezelf af. Is dit niet wat we noemen sterke verhalen? Dit is wat we noemen sterke verhalen. En het is in deze boek dat Boghari gezegd zou hebben volgens de overleveringen. En, en dit is een zoon iemand trouwens, en, en die dit allemaal steunt. En hij is er trots op dat Boghari zei: niemand is beter dan ik, niemand is slimmer dan ik, en ik weiger te geloven dat mensen meer weten als ik. Met zo'n iemand wil ik niets te maken hebben. Deze man is verblind door zelftrots, arrogantie en, en het is bijna een soort narcist is het, maar dan van de ergste soort. En dan de aantallen. Bulgarië heeft 600.000 hadiths onderzocht in 16 jaar. En voor elk hadith moest hij gaan reizen. En ik heb een calculatie met jullie gedaan. Dat betekent dat hij per hadith 15 minuten de tijd had. Dat is inclusief reizen naar een ander land, bestuderen, op papier zetten. En dat is onzin. Ik weiger in dit soort achterlijke aannames te geloven als moslim. Dat is echt onzin. En niemand kan daar iets tegen inbrengen. Als je de calculatie erop loslaat, van de 600.000 hadiths, hij heeft het in 16 jaar gedaan. En berekende bij dat hij naar Baghdad ging, naar Irak, naar Egypte, naar Iran, naar Perzië. Het was een soort pingpongbal. En dat allemaal in 16 jaar. Dat betekent dus dat hij nooit sliep, nooit naar de wc ging, nooit at, nooit, nooit niks. Bokhari was constant aan het praten of aan het luisteren of aan het schrijven. Dat is onzin, dat is niet aannemelijk. Lees het allemaal, lees en geniet in dit boek wat je kan vinden. Het heet een Introduction to Hadith, History and Sources. Uh, uh, geschreven door Ali Nasiri. Daar lees je dat Bukhari eigenlijk een soort heilige was. Dat gewoon zo, recht voor zijn raap. Hij was een heilige. Een soort bijzonder uniek wezen uit de hemel. Dat is echt achterlijk. Dat is achterlijk. Ik, ik weiger hier. Uh, dit, dit, dit is, ik kan hier helemaal niets mee. En dat gaat in tegen wat ik, en daarom begon ik dat verhaal over Ibn al-Jawzi, het gaat in tegen de logica. Is dit logisch? Ja, natuurlijk niet. Het is niet logisch. Is het fatsoenlijk? Nee, want we mogen niet arrogant zijn als moslims. Ja? Uh, uh, wat nog meer? Is het gekopieerd uit andere bronnen? Wel degelijk. In Bulgarië vinden we is het niet in Boghari, dan is het in Sahih Muslim. Is het niet in Sahih Muslim, dan is het in Ibn Kathir die Joodse verhalen heeft overgenomen, zoals ik met jullie heb gedeeld in een video of twee video's terug. Dus aan de logica, aan de drie uh, regels van uh, Ibn al-Jawzi voldoet Boghari daar niet aan en geen een van de andere uh, Sahih-schrijvers. Dus gebruik je verstand, gebruik je logica jongens en laten we ophouden met dit soort sterke verhalen daarin te geloven. Ik vind het echt, dat vind ik een belediging voor de mind van een moslim, om hierin te geloven. Lees bijvoorbeeld een boek wat heet Kitab al-Fiqh al Madahib al-Arwa. Dit is Kitab al-Fiqh, dat betekent uh, uitleg over hoe je als moslim moet zijn, hoe je de islam moet vertalen, de Koran en en. En hij zegt al-Mawahib al-Arwa, dat zijn de vier grote imams die ontstaan zijn, God mag weten om welke reden die moslims volgen. Je volgt of die of die of die of die. Dus Hij heeft ze allemaal samengebracht in dit boek, en het heet Kitab al-Fiqh, Al-Amadahib al-Arba'a. Het is een erkend boek, en Hij zegt bijvoorbeeld, en moslims weten dit niet eens, en Hij zegt, wat wij altijd zeggen, voordat je Koran leest, dat hoor je me ook altijd zeggen, Je zoekt toevlucht bij Allah van Satan, zodat hij je niet misleidt. Deze man, die dit boek heeft geschreven, die zegt dat moet je niet zeggen, want dat is macro. Ja? Als je de Verdi gaat lezen en je zegt dit ervoor, dan is het macro. Dit is een oud boek. kan je nagaan hoe lang dit al circuleert? Dit is een boek vanuit 1939. Hij vindt dat als ik zich houde bij de regime, dan is dat macro. Als ik mijn toevlucht zoek bij Allah tegen Satan, noemt hij dat macro. Wat is macro? Jongens, liever niet doen. Dat heet in het Arabisch macro. Weet jij dit als moslim, dat dit het is wat hadith van jou verwachten? Ja? Dat je geen toevlucht moet zoeken bij Allah tegen Satan? Bij wie moet ik dan mijn toevlucht zoeken? Bij Buhari? Schrijf toch uit jongens. Wil je nog meer lezen en nog meer genieten? Heb ik nog een ander boek voor je. Uh, evenals Alom bekend door uh, ieder moslim die zichzelf uh, 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 geleerde noemt. Heeft dit boek erkend? Sterker nog, dit is een dame die dit boek heeft geschreven. En zij heeft daar de hoogste diploma voor behaald. Een erkenning die iemand kan krijgen. Het boek heet uh, Israëliët Tafsir el Tabari. Israëliët Tafsir el Tabari. Wat is Israëliët? Joods wijsheden die gekopieerd zijn door Tabari. Wat zo mooi is aan dit boek, is dat zij ook nog eens geeft. waar dat stukje in Hebreeuws taal. Vandaar komt, dus ze geeft ook de Hebreeuwse versie, zodat daar geen twijfel mogelijk over bestaat dat Tabari van de Joden heeft gekopieerd om jou als moslim jouw Koran uit te leggen. Dit is echt shocking, dit is big, dit is groot. Het is erkend, zelfs door de hoogste raad, de islamitische hoogste raad, heeft dit boek erkend en ze heeft daar de grootste erkenning voor gekregen. Waarom? Je kan er niks tegen inbrengen. Ze heeft Tabari ontmaskerd. Dit is wat Tabari zegt, dit is de Joodse versie. Letterlijk, je ziet de Hebreeuwse tekst erbij, zodat niemand tegen haar zegt van, uh, uh, houd toch op en uh, wat is dit voor onzin. En dat it makes sense, want Tabari komt uit Perzië. Uh, wat ik gelezen heb. Hij komt uit, uit Iran. Iran kent een heel groot populatie Joden. Sterker nog, een van de tekenen bij heel veel mensen die Hadith aanhangen. is dat Joden op een gegeven moment gaan aanvallen vanuit Perzië. Joden zelf eren Perzië, de oude Perzië. Waarom? Omdat Perzië ze een soort uh, uh, thuishaven heeft gegeven. Toen de Joden in die tijd, uh, tussen de, 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 de Babylon's en in die tijd. toen ze het ergste werden getroffen, konden ze hun toevlucht vinden in Perzië. Dus dat Tabari beïnvloed is als, als Iranese, iemand uit Perzië dat die beïnvloed is door He Hebreeuwse wijsheden, is helemaal niet zo gek. is heel logisch. Alleen is het heel gevaarlijk als je dat niet met de korreltjes zout neemt en je beseft niet dat je eigenlijk Joodse wijsheden aan het praktiseren bent. Ja? Dat zegt deze dame, heeft ze onderzocht met Joodse teksten bij, en die boek heet nogmaals Isra'iliyat fitafsir el Tabari. Of met andere woorden, Joods wijsheden die gekopieerd zijn vanuit het Jodendom in Tafsir al-Tabari wat is Tafsir? hoe hoor je de Koran te snappen? hoe hoor je de Koran te snappen volgens Tabari? door Joodse wijsheden het is, het is de wereld is op zijn kop en, een en dan heb je moslims die zeggen, wat weet jij nou? dit weet ik, dit is wat ik weet als je me zegt, wat weet jij nou? waarom geloof je niet in Hadith? dit en dit is nog maar het toppunt van de ijsberg, dit dit weet ik, en daarom geloof ik er niet in wist jij dit? Jullie die zo'n grote mond soms opzetten, van uh, wat weet je, heb jij boeken gelezen? Ja? Heb jij je onderzoek gedaan? Of, of hoor je op tv een imam tegen je vertellen van Bulgarië is goed, en dat ga je dan nadreunen als een soort mantra. Dan is er een ander boek die, die evenveel zo hoog gewaardeerd is, en dat is over gebedstijden. Wat ons verteld wordt, wanneer we wel uh, of niet moeten bidden, is niet uh, de correcte manier. En dat is in uh, een boek uh, helemaal onderzocht, geanalyseerd. En dat boek heet Tahqiq Mawaqid Salat al-Fajr wa'l-Aisha. Tahqiq betekent analyse, onderzoek, gebedstijden van Fajr en al-Aisha. Dit boek is alom erkend ook weer door de Islamitische Raad, noem maar op. Hij heeft de hoogste waardering gekregen, maar niemand praat erover. Waarom? Ze worden erkend Onderzoeken zijn goed, analyse is goed, het is allemaal correct, maar vervolgens zeggen de moslims: gebruik het om je tafel erop te laten leunen als het wankelt. Waarom doen jullie niks met dit soort boeken, met dit soort onderzoeken, die erkend zijn door de Hoogste Islamitische Raad? Ja, ga niet zeggen: Shia, boek dit, dat soort onzin. Weet je, dat soort verhalen, dat brengt je maar zo ver En op een gegeven moment wordt het een oude dreun waar niemand meer naar wil luisteren. De shia wil dit, de shia. Man, de shia hebben hun eigen misery, shia heeft hun eigen ellende, hun eigen rituelen. God mag weten waar ze dat vandaan hebben gehaald, zoals zichzelf pijnigen, bloed laten. Die hebben hun eigen ellende waar ze mee moeten dealen. zoals wij dus zo niet onze eigen ellende hebben. Ja? Dus hang niet alles, oh shia, die. die op een gegeven moment moeten we echt ophouden met die oude plaat. Het wordt een oud, saai plaat die je niet meer kan afdraaien. Dit zijn gewoon zo nieten. Dit zijn mensen zoals jij en ik, vanuit onze kant. Ja? En die vallen die zogenaamde geleerden aan. Niet zomaar met een onderzoek. Ze hebben zoveel zelfvertrouwen dat ze een onderzoek doen. Ze brengen boeken uit. En die boeken krijgen alomwaardering waardering door onder andere al Azhar, Hoogste Raad Islamitische Raad. En dan denk ik van prima. Ze hebben een medaille gekregen. Maar wat heb je eraan als dat vervolgens niet uitgerold wordt naar de massa? Zodat wij allemaal onze kennis kunnen bijstellen. Bij in plaats van Bulgarië die in de voetsporen stapt van de Povén en dat soort onzin allemaal. Dat, dat soort heiligen. Dat noem ik heiligen wat katholieken hebben. Ja? Katholieken hebben voor alles een heilige. Uh, heb je een nieuw huis? Is er een heilige die? Uh, wil je een goed huwelijk? Is er een heilige die? De, dit is het. We zijn al aan het verkatholicaliseren, jongens. Bulgari stapt in de voetsporen van de profeet. Hij is de slimste. Hij, het is, we hebben, we hebben, hebben Bulgari eigenlijk al gebombardeerd tot een heilige. Ja? Alleen we gebruiken het woord geen saint, wat christenen doen, gebruiken we niet. Maar het is wel zeker wat we van Bulgari hebben gemaakt. Wat te zeggen over vasten, over uh, Ramadan, waar we mee bezig zijn? Er is een boek die heet Delil el-Felaki. Ja, delire velach, betekent uh, alles, het bestuderen van de sterren, van de maan, van, van, van. Ook weer een goed boek, ook weer erkend. En die corrigeert sommige misvattingen over vaste tijden, noem maar op Ramadan. Hij heeft een medaille gekregen, maar niemand doet er wat mee. Waarom? Zo zijn wij. Het, het kost namelijk energie. Om te gaan onderzoeken kost energie. We willen gewoon brood bakken, op de bank liggen. en gewoon uh, uh, van YouTube uh, uh, wijsheden aannemen. zoals ik hier zie te doen. Alleen ik geef jullie boeken en ik geef jullie bronnen. wat jullie zelf kunnen controleren. Ik zeg niet dat ik heilig ben en ik zeg niet dat ik slim ben. Ik zeg, wat ik lees. mensen die geanalyseerd hebben en onderzoek hebben gedaan. matcht niet met de, de achterlijke verhalen die we vinden in Boegari. En ze zijn achterlijk en ze vallen de profeet aan en zijn vrouw. Heel veel van de profeet aan en zijn vrouw. Neem het voorbeeld bijvoorbeeld van Taraweeh. Nu, nu we het toch hebben over Ramadan. De Taraweeh. Je wordt altijd scheef aangekeken. Als je een keer niet naar de moskee kan. Om de Taraweeh daar te verrichten. Weet je wel. Dat is dat bijzondere gebed wat we in de Ramadan doen. Euh, 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 elke avond. Uh, je, je wordt bijna uitgemaakt voor een demon. Als je een keer niet gaat. Terwijl wie heeft dat in het leven geroepen. De Taraweeh. Zoals we dat doen. Dat was Omar. Sahabi Omar. En dat heet bid'a ah in, in de islam. Als iemand iets verzint en creëert wat de profeet nooit heeft gezegd, dan heet dat bid'a. Ah. Wat is bid'a? Ah? Dat betekent: jij, uh, jij wil iets ontdekken. Jij wil tegen de profeet en tegen de Koran zeggen: Ik ben beter, want ik kan iets ontdekken wat nog beter is voor de moslims. Dat heet bid'a. Ah. En mensen die de hadith aanhangen weten dat de profeet zei. Iedereen die iets anders gaat verzinnen nadat Allah tegen de profeet zegt. Hier eindigt de openbaring, eindigt in hel. Voor de mensen die hadith geloven, die moeten dit geloven. Wa bid'atin zou de profeet gezegd hebben. Iedereen die iets anders verzint dan wat de profeet heeft gezegd, is in hel. En toch zijn hier de hadith-aanhangers en die klappen voor Omar. En die zeggen. Omar heeft een bidra gecreëerd. Oh, met, en, en ik heb echt imams dit horen zeggen. Oh, het is zo met zo'n stomme glimlach op hun gezicht. Oh, met zo'n heerlijk bid'a. Oh, met zo'n mooi bid'a. Het, het is alsof je tegen iemand zegt, je aanbidt je aanbid een steen. Ah, maar die steen is zo mooi, is zo leuk. Ach, wat een mooie steen, wat heeft die mooie motiefjes. Het, dit is het, het, en dat zeggen imams met een glimlach. Het is bid'a van Omar. Het is bid'a. Ah, maar het is zo mooi bid'a, want het heeft ons bij elkaar gebracht. Dus daarmee zeggen ze dat de profeet de wijsheid niet had om te zeggen: "Jongens, de Ramadan gebed doe je samen in de moskee." Het Ramadan gebed deed de profeet altijd alleen thuis. Toen kwam Omar en die zegt: "Nee, niks van. Ik weet het beter. Tarawih moeten in de moskee." En wat zeggen imams? "Ach, maar daar is niks mis mee. Hij brengt ons bij elkaar en het versterkt de saamhorigheid, de broederschap." Ja, maar, maar, maar zo kan ik nog tien dingen bedenken. die ik zelf kan verzinnen. om de broederschap te verbeteren. Het gaat erom. Hadith-aanhangers. die zeggen dag en nacht. dreunen ze in ons oor. wij volgen de profeet. wij volgen de profeet. Niemand anders mag wat anders bedenken. De profeet heeft gezegd. wij moeten de sunna volgen. Maar hier volgen jullie Omar. Niet de profeet. Jullie volgen Omar. Waar volgen jullie Omar in? Dat is nog het ergste. In de heiligste maand. Ramadan is de heiligste maand. In hoe wij deze heilige maand tot Allah komen door te bidden. Volgen we Omar, niet de profeet. Waarom zijn jullie zo hypocriet? Waarom zijn jullie zo tegenstrijdig, mensen die hadith aanhangen? Ja, jullie willen bijna iedereen vermoorden die zegt van ik geloof niet in hadith, want dan verlogen die de profeet. Maar hier is Omar. Die heeft gezegd, ik doe het op mijn manier. Dit zijn niet mijn woorden, zoek het op jongens. Dit is, zoek op, taraweeh, Omar en je krijgt brrr, een hele lijst. Ja? En dat is niet van de Shia, dat is van de Soenieten. Dus, kijk naar jezelf. En wees niet zo tegenstrijdig en wees niet zo'n hypocriet. Je verwacht van mij dat ik hadith aanhang zodat ik de profeet beter leer kennen en beter volg. Ondertussen is het Jan en alle man die wat bepaalt. En, en wij komen maar en we volgen maar en we kopiëren maar. Omar had nooit het recht om voor de moslims te bepalen dat ze de talawir in de moskee moeten bidden. Als de profeet dat niet heeft gedaan, dan had Omar het recht nooit. Moeten uh, uh, krijgen, moeten nemen zichzelf, uh, uh, moeten geven. Punt. Punt, daar valt niet over te discussiëren, want het is Bidda. En de profeet waarschuwt tegen Bidda. Waarom omarmen we de bidah van Omar? Omdat het Omar is. Hij is ook maar een mens, hij is geen profeet. En het uh, gaat zo door. En hetzelfde doen we, trekken we door in Bulgarië, in Moslim, in, 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 in. Het is echt verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Weet je wel, hoe dit heet in de uh, Koran, hoe Allah dit uitlegt? In de Koran lees je dat elk profeet die tegen zijn volk sprak, werd geweigerd. Waarom? En, en dat, dat lees je in de Koran, dat zegt Allah. Dan zei dat volk van die profeet, en dat zijn alle profeten, dan zei dat volk van die profeet: waarom moeten we jou geloven en achterlaten, wat onze voorouders ons hebben achtergelaten. Meer een andere eh, reden had ze niet. Ander argument had ze niet tegen de profeten. Dit is het puur. Waarom moeten we jou geloven en opgeven wat ons voorouders hebben achtergelaten? En dat is in principe wat hadith-aanhangers zeggen. Waarom moeten we hadith opgeven? Waarom zouden we hadith moeten opgeven? Nou, omdat je Koran hebt, het boek van God. Daar is niets tegen in te brengen. Ja? Punt. Heel simpel, heel simpel uitleg. Waarom moet je hadith opgeven? Omdat je de Koran hebt. Punt. Ik ga een begin maken aan een heel, 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 heel gevoelig verhaal. Het ligt heel gevoelig tussen de moslims, en die maak ik inshallah af, een andere keer als ik weer wat energie heb. Het gaat over de aanslag op het leven van de profeet. Mensen, over, over mensen die je moet vertrouwen gesproken of niet moet vertrouwen. Mensen uit het leger van de profeet wilden hem doden. Nadat hij terugkwam, moet je kijken naar de ironie. Dus de profeet kreeg roddels dat het Romeinse Rijk wil aanvallen. Waarop de Profeet zei: Als het Romeinse Rijk wil aanvallen, dan ga ik ze tegemoet eerder dan dat ze hier naar de Medina komen, want dan doden ze de vrouwen, de kinderen, de oude mensen en iedereen. Dus weet je wat? Laten we de veiligheid van ons mensen voorop stellen: wij gaan uit. We, we lopen uit met het met leger van de Profeet. Er wordt gezegd 28.000 soldaten had hij. En dan gaan we het Romeinse leger tegemoet. Waar? In Tobak. Uiteindelijk is de profeet teruggekomen zonder strijd, want de Romeinen zijn niet komen opdagen, om welke reden dan ook. Maar als je, de, als je dit gaat analyseren, zou je bijna de neiging krijgen dat dat een in elkaar opgezet scène is om de profeet eh, kwetsbaar te krijgen, om hem weg te krijgen waar ze hem kunnen doden. En Allah weet het beste. Dat is mijn, dat is mijn eerste eh, gevoel wat in me opkomt. Hoeft niet waar te zijn. Maar in, in principe, want waarom kwam het Romeinse Rijk niet vechten? Dat was ook een machtig rijk. Ons hadden maar 38.000, uh, 28.000 soldaten. Maar het Romeinse rijk had heel Europa inmiddels. Heel Europa, daar konden ze soldaten uh, uh, overal vandaan trekken. Daarom hebben zij wegen aangelegd. Wegen zijn aangelegd door Romeinen, omdat ze soms op verschillende fronten aan het vechten waren. En als die front aan het afzwakken was, dan zei de Caesar: haal vandaar naar daar. Haal het Romeinse uh, leger pak, een, een, pak een, een plukje van daar en breng het daar naartoe. En om dat te kunnen doen, moesten ze wegen hebben waar de Romeinen sneller over kunnen rennen, om sneller bij die andere kant te komen om daar steun te geven. Ze hadden geen tijd, ze konden niet over bergen klimmen en en, want zo ging het Romeinse Rijk letterlijk te werk. Ze gingen hun uh, legers uh, uh, zo verspreiden, jij gaat daar vechten, daar, 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 en de, de verliezer die kreeg steun. Van een andere kant. Dus dan zeiden ze: Oh, hou op met vechten daar, ga daar naartoe, want daar zijn we aan het afzwakken. Dus ze hadden, ze hadden in, in, in ieder geval kunnen proberen om tegen de Profeet te vechten, maar ze zijn niet eens komen opdagen. De ironie is, is dat de Profeet geen gevaar liep door de Romeinen, maar door zijn eigen mensen. Onderweg terug naar huis, omdat hij niet kon vechten, daar is geen, ja, geluk, maar daar, daar hoefde geen strijd te gebeuren, begon hij weer aan zijn zevendaagse terugreis naar huis. En onderweg wordt er een, 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 aanslag, een poging, een aanslag op zijn leven uh, gepleegd door zijn eigen mensen. En laten we dit verhaal bekijken en analyseren jongens, dan zullen jullie horen dat dit niet zomaar mensen waren, maar mensen die de profeet dachten kunnen vertrouwen. Dus laten we beginnen met het verhaal, dit ga ik vandaag niet afmaken, want het is een, 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 een lang verhaal. Aanslagen op het leven van onze profeet, vrede zijn met hem, is niet één keer gebeurd. Niet één, niet twee, niet drie, maar meerdere keren. Te beginnen met Omar. Omar, ja, hij is later tot islam bekend, maar Omar, toen hij over de profeet hoorde en dat de profeet steeds meer aanhangers kreeg, werd hij zo boos dat hij zijn, zijn zwaard pakte en hij zegt: Waar is die Mohammed? Waar is die profeet? Vandaag zal ik hem afmaken. Dus het uh, uh, is niet doorgegaan. Uiteindelijk, uh, zegt Hadith, is hij bekeerd tot islam. Uh, hij zag zijn familie, die zelf aanhangers waren van de profeet, en hij was daar zo geraakt, en dat hij zei: van, Wat, wat vertelt die Mohammed eigenlijk? En toen ze hem verteld hebben wat hij vertelt, bekeerde hij zich tot islam. Maar dat was een van de eerste aanslagen, om eens te zwijgen over Quraysh die hem wilde doden, voordat hij uh, uh, Mekka uh, verliet. Dus er zijn verschillende aanslagen, pogingen gepleegd uh, om, om ons profeet te doden. Het is allemaal niet gelukt. Maar dat zijn dingen die je verwacht van corage van zijn vijanden. De ergste aanslag op zijn leven is in Tobak. Dit toen hij terugkwam, omdat de Romeinen niet kwamen opdagen. Dit is de ergste van zijn soort, want dit waren zijn eigen mensen. En nogmaals, als je kijkt naar de positie van waar deze mensen uit het leger kwamen, dan moeten het mensen zijn die hij zo erg vertrouwde. En ik ga jullie vertellen waarom ik tot die conclusie ben gekomen. Ik zeg dit is een heel gevoelig verhaal, want. Er zijn Hadith die recht voor zraap raap vertellen dat dat de sahabas waren die de profeet het meest vertrouwde, die hem dood wilde, krijgen, wilde hebben. Dus mensen die wij vandaag de dag eren, de sahabas die wij vandaag de dag eren, dat zijn, en, en die, die staan erin, met naam en toenaam, dat zijn de sahabas die de profeet wilde doden. Ik zeg niet dat ik hier geloof of niet in geloof, ik geef de mensen een koekje van eigen dicht die zeggen hadith is heilig. Ik moet in hadith geloven. Prima. Dan heb je nu een probleem. Want dan moet je hierin geloven. Want dit is hadith sahih, wat ik zo met, u, met jullie ga delen. En ik ga de boeken geven, de bladzijden en alles, dat jullie het allemaal controleren. Want dan hebben we die onzinplaat, die, die steeds afgedraaid wordt: van uh, waar staat het en je weet niks. Hebben we dat in ieder geval uit de weg geruimd? Iets anders voordat ik met het verhaal begin, wat hier een mooie inleiding voor is, is: lees Surah al ahzab hoofdstuk 33, vers 76, waarin. In hel, moslims tegen alle zullen zeggen: Alle, het is niet ons fout dat we misleid zijn. Wij hebben onze leiders gevolgd. Ja, wij hebben ons meerdere gevolgd, wij hebben onze leiders gevolgd. Wie zijn de leiders voor de moslims? Volgens hadith zijn dat de Sahaba's, want die hebben ons overgeleverd of de profeet, wat zij beweren dat wij moeten doen en dat wij moeten volgen. En, en, en. Dus als het gaat om wie onze leiders meervoud zijn, dan zijn het de Sahaba's, want zij zijn de bron van de kennis die wij vandaag de dag hebben vanuit de hadith. Uh, in deze feest lees je niet dat iemand zegt: Hij, enkel fout, hij heeft me misleid of die of die. Nee, onze leiders hebben ons misleid. Dus het is een grote groep. Het gaat om meer dan één persoon. En dit zijn moslims die dit zeggen. Dit zijn moslims die dit zullen zeggen in hel. Wij zijn misleid door onze leiders. Iets anders wat je moet corrigeren in informatie, is als je praat over Bulgarië en moslim. Dat zeggen sommigen soms in hun reacties naar mij. Ja, maar Bulgari en moslim zijn. Hadith is niet alleen maar Bulgari en moslim. Integendeel, Bulgari en moslim hebben alleen maar verzameld wat ze van horen zeggen, hebben kunnen verzamelen. Maar achter elk hadith zitten zes, zeven mensen. En als je hadith wil bestuderen, dan moet je die mensen bestuderen. En wat die mensen zeggen, is ook hadith sahih. Waarom? Omdat dat mensen zijn waar Bokhari en moslim zich op hebben gebaseerd. Ze hebben hun uitspraken verzameld en in een boek gestopt. En dat heet sahih Bukhari sahih moslim. Maar Bokhari en moslim hebben geen hadith. Ze hebben alleen maar hadith verzameld. Dus als je wil kijken van... Is het betrouwbaar ja of nee, dan moet je die mensen die die, die hadith hebben doorverteld totdat tot het, het Boghari heeft bereikt, die mensen moet je eigenlijk onderzoeken. En tegelijkertijd, alles wat die mensen zeggen, is ook hadith, ook al staat het niet in Bulgarië. Want anders is Bukhari een moslim hypocriete. Diezelfde persoon vertrouwen ze in die hadith en in diezelfde persoon vertrouwen ze niet in de andere hadith. Daar is geen touw vastknopen, dan ben je een hypocriet. Ja, dan ben je niet logisch, dan ben je niet consequent. Dus als Bukhari en moslim bepaalde namen noemen in hun boek als hadith sahih, betekent dat die namen voor altijd betrouw moet, uh, betrouwbaar moeten zijn. Punt. Wat ik jullie ga vertellen, jongens. Neem het zoals het is. Ik kan er niks mee, want ik geloof niet in hadith. En het is ook niet bedoeld om uh, moslims uit elkaar te scheuren, het is bedoeld om mensen die blindeling in hadith geloven, hopelijk wakker te schudden van wees voorzichtig met wat je zegt want het kan tegen je gebruikt worden want dit is hadith sahih wat ik ga vertellen Het verhaal zoals Uslem is dat zeggen, begint in hoofdstuk 9 vers 74 Dat is de hint die Allah geeft hierover En de gevestigde tefsir zegt dat dit gaat over één persoon genaamd Jales ibn Suwaid ibn Samid Dat is wat Tefsier zegt dit is die hypocriet waar Allah over praat. Maar zijn naam staat natuurlijk niet in de vers. Maar de vers gaat duidelijk over een groep mensen, niet over één iemand. Dus onze lemmers kunnen wel zeggen: van ja, nee, dat is Jales, Ibn Sueh, Ibn al-Samit, Maar Allah praat hier niet over één individu, praat over een groep mensen die iets ergs hebben gedaan en hebben gelogen tegen de Profeet. Hoe dan ook. Deze vers op zich hoeft niets te zeggen over de Sahaba en hun loyaliteit, dus laten we verder kijken. De traditie deelt het volgende verhaal wat gebeurd zou zijn, net wat ik zei, op de terugweg van de profeet van zijn leger van uh, Tabuk, En het duurde twee weken om er te komen en dus duurt het weer twee weken om naar huis te gaan. Ergens onderweg komt de profeet en zijn leger een splitsing tegen. Aan een kant een ruime weg voor al zijn ongeveer 30.000 soldaten en aan de andere kant een smalle weg. En we weten niet waarom, maar de profeet heeft de keus gemaakt om de ruime weg... Over te laten voor zijn leger en het was een groot leger, bijna 30.000 soldaten. En de smal, gevaarlijke weg heeft ons profeet genomen. En hier, begint al, hier beginnen al de vraagtekens. Elk hadith, elk imam, elk moskeepreek zal jou vertellen dat Abu Bakr en Omar zowat de schaduw waren van ons profeet. Daar is een hadith over de Ali, dat is hadith Sahih, en die schijnt gezegd te hebben. Dat hij, de, dat hij eh, toen Omar overleed, toen eh, eh, heeft hij gebeden tot Allah dat hij ze zal voegen bij zijn twee vrienden. Met andere woorden, Abu Bakr en profeet. En dat de profeet gezegd zou hebben: dat Ali, eh, dat Ali gezegd zou hebben, dat de profeet gezegd zou hebben. Als de profeet aan het eten was, was Omar en Abu Bakr er. Was hij aan het lopen, was was Omar en Bakr Was hij daar, was Omar en Bakr er. Was hij, waar hij ook was, Omar en Abu Bakr waren bij hem. Ja, dus dat is wat Hadid zegt. Dan nu dit zeer interessant verhaal. Hier is de profeet, hij komt terug, komt de splitsing tegen, de grote weg, daar stuurt hij zijn grote leger, dat is de veilige weg, daarvan zegt hij tegen zijn leger, uh, volgen jullie maar die weg, deze weg neem ik, want hij gaat ze afsnijden. En waarom ga ik jullie laten vertellen. Dat komt wel, want dat heeft hij gedaan met een heel goed reden en heel goed intentie. In ieder geval, dus de profeet neemt de gevaarlijke weg tussen de bergen, roodzachtig en noem maar op. Maar, hij neemt twee mannen mee. En die twee mannen is nog Omar, nog Abu Bakr. Daar moet je als moslim over nadenken. Hadith leert jou dat de profeet altijd Omar en Abu Bakr bij zich had, uit vrijwillige vrijwillig keus vond hij het altijd fijn, prettig, nodig, veilig om Abu Bakr en Omar bij zich te hebben. Ja, dat waren zijn maatjes, dat lezen we in Hadith. Maar waarom heeft hij ze niet meegenomen op dit punt? Zij waren aanwezig. Ali was niet aanwezig. Die moest de vrouwen en de kinderen beschermen, in Medina. Dat heeft nog voor heel veel opschudding gezorgd, want mensen gingen roddelen over Ali. Eh, uh, kijk Ali... Uh, de profeet vertrouwt hem niet meer, want hij laat hem achter. Waarop Ali zo boos was dat hij achter de profeet aanging: van nee, ik wil toch mee. Waarop de profeet zei: Ik heb je niet zomaar achtergelaten in Medina. Dat is niet omdat je minder bent. Integendeel. Ja, dat is omdat ik in Medina kwetsbare mensen heb achtergelaten. En die vertrouw ik alleen aan jou toe. Want alle mannen waren mee. Want ik, ik vertel jullie, dat is bijna 30.000 soldaten. Dus alle mannen, iedereen die mee kon vechten, ging mee. Dus. Kwetsbare oude mensen, zieke mensen, vrouwen, kinderen waren achtergebleven. En dan moet er iemand zijn die ze kan beschermen. Dus Ali was niet mee. Wie was wel mee? Omar en Abu Bakr. Ons profeet die maakte een zeer interessante keus. toen hij zijn maatjes heeft gekozen voor deze gevaarlijke weg over de rotsen tussen de twee bergen. Dat is nogmaals niet Omar en niet Abu Bakr. Daar kan geen enkel imam een goede uitleg voor geven. Wie heeft hij gekozen? Chodeve en Ammar. Twee mannen, Chodeve en Ammar. Chodeve liep voorop, hij trok de kameel waarop de profeet reed. Want het was een rotsachtig weg, dus de kameel moet je af en toe helpen, even trekken. En Ammar was achter. Voor het geval dat de kameel bang is van deze uh, rotsachtig gevaarlijke weg. en dat hij niet vooruit wil komen, dan kon hij hem een tikje geven en dan kwam uh, de kameel vooruit. Dat is wat Olem zeggen. Dus Chodeve liep voorop, daar zit ook symboliek in. Want Chodeva wordt uiteindelijk de geheimbewaarder van de profeet genoemd. Dus hij loopt voorop en Omar blijft achter. Uh, de vraag die ik mijn mede-moslims stel: waarom heeft de profeet niet Omar en Abu Bakr gekozen? Wij lezen in honderdduizend plekken in hadith. Omar en Abu Bakr. Dat, dat, is echt een, dat hoor je duizend keer in de preek, in dit Omar Abu Bakr. Ik heb niks tegen deze twee mannen. Waarom zou ik? Ik ken ze niet. Ik kan nog zeggen dat ze slecht waren of, of goed. Of. Ik neem aan dat ze goed zijn, want ze waren met de profeet. Dit verhaal gaat ook niet over wat ik vind. Mijn intentie, mijn gedachten, mijn uitspraken moet je er helemaal buiten laten, jongens. Ik vertel jullie wat Hadir zegt. Onze profeet heeft een heel bewuste keus gemaakt om op een gevaarlijk kwetsbaar moment Abu Bakr en Omar niet mee te nemen. En de vraag is, waarom? Dat kan niemand een uitleg voor geven. Wil je dit lezen? Lees in het volgende boek, Bidaye wa Niheye van Ibn Kathir. Daar heb je hem weer. Vijfde deel, bladzijde 17. Ja? Dus Bidaye wa Niheye van Ibn Kathir, vijfde deel, bladzijde 17. Hier wordt verwezen naar Walid ibn Abdullah ibn Jumea. Deze Walid ibn Abdullah ibn Jumea. Die verwees weer naar Abi El Tafil. Om te weten of deze mannen betrouwbaar zijn of niet. Want dat is het eerste wat moslims vragen die in hadith uh, geloven. Ja, maar zijn ze betrouwbaar? Kan je zomaar iets van ze aannemen? Prima, laten we ze gaan uh, bekijken en onderzoeken. Hoe betrouwbaar is deze man? Deze Walid ibn Abdullah al jamir Je leest in het boek van Musnad Imam Ahmed Hanbal. Deel 39, bladzijde 2010. Dat moslim. Ja, dus dat is, we hebben Bulgarië en moslims. Dat zijn zeg maar soort heilige mannen die de hadith hebben overgeleverd voor de zonieten. In dit boek wat ik net genoemd heb, specifieke bladzijde, dus deel 39, 2010 is de bladzijde, getuigde moslim voor de betrouwbaarheid van deze walid. Dus als, als hadith aanhanger heb je een probleem. Als je deze walid niet wil geloven, dan heb je een probleem, want dat betekent dat je moslim niet vertrouwt en Bulgarië even min. Ja? Moslim is een van de twee grote schrijvers. Daar, daar ga ik jullie niet over vertellen, jongens. Jullie weten heel goed wie moslim is. Hij vertrouwt Walid Ibn Abdullah al-Jamya. Ah. Wie ben jij om deze man niet te vertrouwen? Op bladzijde 11 in de voetnoot, ja? uh, uh, lees je dat moslim voor zijn betrouwbaarheid getuigt. Dus we hebben hier een getuigenis van moslim die getuigt voor de betrouwbaarheid van deze man. Dus onthoud het gedurende dit verhaal. Walid is betrouwbaar. Daar getuigt moslim voor. Ik, ik, ik blijf het herhalen, want het is cruciaal, cruciaal. We lezen dat de profeet iemand heeft gevraagd. Toen de, dus toen de splitsing kwam en de profeet zag dat, en hij moest een keuze maken wie gaat welke kant op. Toen heeft hij iemand gevraagd om aan te kondigen wat de profeet van plan was. En deze persoon heeft aangekondigd, dus dat is gewoon gillen, want het is, het is een, een leger van 30.000. Denk niet dat de mensen achterin hebben gehoord wat hij zei. Wie hebben gehoord wat deze man zei? Alleen de mensen voorop. Dat is de logica. Wat zei deze man? Dat moest hij zeggen van de profeet. De profeet heeft gezegd tegen het leger: Jullie nemen de veilige weg, en ik neem de gevaarlijke weg. En ik alleen moet deze weg nemen. Niemand moet me voorgaan of achter me aankomen. Dus het leger heeft alle ruimte voor de, al hun paarden en noem maar op en, en en. En de Profeet zei: Blijf op die weg en ik blijf op deze weg. En niemand moet me volgen en niemand moet me voor zijn. Dit is wat die man heeft verteld namens de Profeet. Cruciaal punt wat jullie moeten onthouden. Een leger van 30.000 mensen. Achterin kunnen ze het onmogelijk gehoord hebben. Middenin kunnen ze het onmogelijk gehoord hebben. We hebben het nog steeds over 30.000. Dus. De logica schrijft voor dat de, voor dat de mensen vooraan het met name goed gehoord moeten hebben. De rest, die volgt alleen maar. Niet iedereen hoeft te horen. Als je een leger hebt wat zo groot is, dan volgen ze de massa. Oh, dit is waar we kant op gaan. Al oh, prima. Ja, dus dan ze hebben ze geen idee wat vooraan gebeurt. We hebben het over 30.000 soldaten, jongens. Geen idee wat vooraan gebeurt. Mensen achterin. Die volgen alleen maar. Dat is net een trein, treinwagon. Dus net wat ik gezegd heb, de Profeet neemt de gevaarlijk smalle weg. En de vraag die zichzelf automatisch stelt: waarom heeft de Profeet niet dezelfde genomen als het leger? Als deze hadith zou kloppen, zou je denken dat de Profeet een openbaring kreeg van Allah, dat er een test plaats zal vinden, want hij maakt een, een, een vreemd keus. Het is, niet, het is niet de meest voor de hand liggende keus, want hij had ook gewoon voorop kunnen lopen en voorop in het leger. Dan was er ook niks aan de hand. Wat heeft een bedoeling? Jongens, dus een opsomming en een correctie, en dan laat ik het hierbij van de twee boeken die ik net genoemd heb. Het is het die Wanihei van Ibn Kathir, vijfde deel, bladzijde 17. En uh, het is Moesnet van Imam Ahmed Hanbal, deel 39, bladzijde 2000, of, 210. Ik zei net 2010, het is 210 en 211. En op bladzijde 211 onderaan. Lees je in de voetnoot dat moslim getuigt voor Walid's betrouwbaarheid. Dus deze Walid is te betrouwen, punt. Rest van het verhaal doen we inshallah volgende keer. Voor nu pas goed op elkaar en op jezelf. En als ik jullie niet meer spreek voor hij het moet en Anders hoor je me nog een keer daarvoor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ik het يشغلني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أنك قد سمعت من أبيك بعض أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولماذا الحديث يا بخاري؟ لأن أول حديث سمعته وأنا في الكتاب، كان في رجاله نظر. إن كنت تريد الحديث، فعليك بأبي الوليد أحمد بن الأزرقي فهو مرجع الناس في الحديث وعليك بالسفر الى بغداد حيث احمد بن حنبل وعليك بالسفر الى مصر حيث سعيد بن ابي مريم هؤلاء وضعوا قائمه لرجال الحديث وحددوا شروط الاخذ بالحديث فان كان الامر يعنيك حقا فعليك بالاطلاع على شروطهم وعلى احاديثهم التي جمعوها سأفعل سأفعل إن شاء الله يا شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأ